Die informatie hebben we nu niet. Ik wil nog één punt even bijhalen. Daisy Boutsen, het is over zijn naam alweer ontkracht, maar hij heeft toch gezegd bij een bevriend radiostation. dat hij met de huidige president Santoki overlegt over een zachte landing. Ja. Wat zijn hier de juridische ruimtes? Uh, het zou kunnen zijn dat, dat hij ook uh, tot een afspraak komt om uh, op een voor hem geschikter moment die straf te ondergaan. Een zachte landing, dat wil zeggen dat hij niet direct uh, wordt opgepakt. Dat zou een afspraak kunnen zijn. Uh, een afspraak zou ook kunnen zijn dat hij zijn straf gaat uitzitten en dat hij ergens halverwege de gevangenisstraf uh, alsnog uh, gratie gaat aanvragen. Op en dan hoogstwaarschijnlijk bij een anders zittende president dan de huidige. In, in de hoop dat er dan ja. een andere president is... die uh, misschien meer open staat voor een mogelijke gratiering. Het laatste punt op deze is... Uh, hij heeft tot nu toe, heeft Boutsen gezegd, uh, ook tegen zijn achterban... Uh, laten we het rustig houden, ja. geen escalatie. Nou, dat zijn op zich prettige woorden om te horen. Het punt alleen nu is dat we niet exact weten waar die uithangt. Mm. Uh, zelfs een advocaat zegt, het kan zijn binnen of buiten Suriname. Ja. Stel je nou toch voor dat hij een vluchtpoging doet. Hij is dus in Nederland veroordeeld, wegens cocaïnehandel. Nu de, hier een twintigjarige... Waar, waar, waar kan je dan nog naartoe eigenlijk? Waar is het dan nog leef, leefbaar? Dan zou alleen uh, een land waarmee Suriname geen uh, uitleveringsverdrag mee heeft, soelaas kunnen bieden. Uh, want het zou, stel dat hij niet meer Suriname zou zijn en het Obama-ministerie uh, gaat de tenuitvoerlegging gelasten. en hij zou niet uh, verschijnen op die datum, dan kan het Obama-ministerie een internationaal arrestatiebevel uitvaardigen. Maar dat geldt alleen voor die landen waarmee Suriname een uitleveringsverdrag heeft. Uh, dus dat dat zou een, een mogelijkheid zijn, maar dat blijft nu speculeren. De advocaat is daar zeker niet duidelijk in, op dit moment in geweest, zelfs u terecht op.